Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Garde van Gert. Wij nemen u vandaag mee naar het mooie Italië. En wij, dat zijn ikzelf, en de mooiste Italiaan van Jam, omdat er maar één is, Pepe. Pepe. Grande amico. Ah, alles goed? Heel goed. Wat eten we vandaag? Spaghetti. Aha, lekker. Op een speciaal manier gemaakt. Hoezo? Gaan we zelfs al zien met courgette en aubergine. Ja. Wat artichokjes, een beetje salami, een beetje ragout. Maar hoe gaan we deze pasta klaarmaken? Ja, ik zou het niet weten. Meestal mag ik de pasta maken, maar dat is verleden tijd. Iets speciaal. Ja. Een pastamaker. Ja. Waar we eigenlijk niet veel tijd nodig hebben. Dus je bedoelt dat daar pasta uitkomt? Ja. En is het, ja, ik wil het wel eens zien. Ik ben heel benieuwd. Kom maar, ik zal eens laten zien. Iets heel speciaal, wat het thuis eigenlijk heel gemakkelijk is. We gaan hier ongeveer, juist 250 gram bloem nemen. Dus dit machine gaat de pasta kneden, ja. Maar ook sliertjes maken eigenlijk. Want wat gaan we maken? Spaghetti. Spaghetti. 250 gram bloem, semolina di macinato. Je kon eigenlijk ook eventueel spelbloem of glutenvrij bloem. Daar vind ik er eigenlijk ideaal deze toestel. Ja. Gaan we deze deksel opzetten. Hier hebben we eigenlijk 90 mm water genomen. Ja. En onze toestel. Dat is eigenlijk ook een toestel dat je eigenlijk eventueel ook 600 gram pasta mee kan maken. Eerst dan zitten zeker. Ja. En dan. Ja, het is vertrokken. Ja. En dat is het. Een echt Italiaans machine. En voor de rest moeten we er niks aan doen. Klein beetje water. Ja. Tien minuutjes. Maar eigenlijk, de receptuur voor de pasta is hetzelfde alsof je hem zou kneden. Ja, hè? Precies hetzelfde. 10 minuten. 10 minuten, dan heb je pasta klaar. Stel ik eens aan. Ik moet het eerst zien, Pepe. En hier komt dat uit. Moeten we daar dan niks onder zetten? Dan gaan we eigenlijk een schaaltje al klaar. Wacht, ik zal eens zien. Zoiets stof om... zo rond, zoiets. Zoiets stof. Zoiets, oké. Goed. Ze zijn niet verplicht daar. Gewoon, we hebben nu semola, omdat het eigenlijk mooi is. Ik vind altijd die geur ook geweldig en die structuur. Semola is meer eigenlijk een artisanale bloem, ook waar de bloem eigenlijk klikt thuis. Er komt. Vind je het? Ik vind nog niks, want ik zie nog niet veel. Hè, Pepe. Het moet nog gebeuren. Hè. Allee, goed. We gaan beginnen. Ja. Aubergine. Ik ben volledig technisch werkloos geworden nu, maar goed. Nee, helemaal niet. Ah, oké. Dit heb ik nodig. Kleine blokjes. Ja. En artichokken, dat ga ik gewoon zuiver maken. Moet het geschild worden? Ja, geschild. Ja, okay. Kleine blokjes allemaal. Kastrolwater zullen we wel straks plaatsen. Ik zal ook wel een pan voor u nemen. Je hebt geen machine bij dat zo de aubergine kan snijden en zo? Nee. Nu wordt dat te gemakkelijk. We gaan nog hier geen tomatensaus of niks gebruiken. Een zeer tof recept is het. Artichok, lust je dat eigenlijk? Eerlijk? Ja. Dus niet dat ik het niet lust, maar ik vind dat daar eigenlijk niet zo heel veel smaak in zit. Maar dat zal aan mij liggen, want ik weet mensen die daar zo dom op zijn. Maar met deze saus gaat dat heel tof zijn. Zeg, maar ik vind altijd dat eigenlijk weinig mensen weten hoe een artichok moeten zuiver maken ook. Ja, maar dat is ook niet zo simpel, hè? Nee, dat weet ik ook. Maar je hebt er nu, dat is toch, soms zit daar veel meer haar in en zo. Ja, hè? Maar dat zijn eigenlijk typisch artichokken uit Zuid-Italië. Deze komt eigenlijk van de Puglia. Ja. Ook heel voornaamste, als je met artichokken bezig bent, moet je eigenlijk je handen ook goed wassen. Zeer voornaamste ook. Dan heb je zo'n bitter smaakgevoel. Zeg, en ondertussen moeten we met ik wou juist het zeggen voor onze pasta niks doen, of wat? Kijk. Is er al iets het kneed. Dat is eigenlijk wel iets heel voornaams. Dat dat zo heel goed kneedt. Want daarom zeg ik ook altijd, als je bolletje pasta maakt, goed kneden, dan gaat het gemakkelijk uitrollen. En je ziet hier eigenlijk... Ik vind het wel leuk dat je kunt binnenkijken. Ja. Het is een beetje vergelijkbaar vroeger. Toen mensen voor de eerste keer een wasmachine kochten, dan zaten ze daar ook uren voor. Hè? Dus... Oh. Hoi. Ja, wat gebeurt er? De machine stopt. Nee, die gaat niet doorkneden. Die gaat... Zoveel mogelijk kneden, dat die pasta eigenlijk er heel mooi uit gaat komen. En kijk eens hier. Wat, hè? Ja, maar wacht. En gaat dat nu niet ene plak in de boel worden? Nee, helemaal niet. Kijk. Voel eens.
Ruik er eens aan. Echt. Semola, de bloem, echt volledig. Ook wel altijd tof is, het plakt niet, maar kun je nog een klein beetje bloem... Maar kun je er dan alleen spaghetti mee maken? Nee, even, dat, nog vier vormen. Fettuccine, penne en lasagne velkens. Pepe, die blokjes, wat een halve centimeter of ja, zo? Ja, zo is goed. Perfect. Je weet, ik kan goed eten. Hè. Geen probleem. Tegen Sira. Allee, ik ben blij dat je een nieuw speelgoedje hebt, Pepe. Dat is toch een moos, ja? Verse pasta. Ja, vooral altijd is het zo gemakkelijk. Mijn grootmoeder in Sicilië denk ik er zoveel aan altijd. En die geur van die semola, ja. Als je grootmoeder deze machine ziet, die valt los van haar stoel van het verschieten. Die gelooft dat niet. Die gaat denken dat, dat de machine is dat van Mars komt. Kijk eens hier. Moet je toch dat goed in beeld brengen, hè? Wat ga je nu doen? Een paar... Alles ophangen aan de kapstok, of? Ja, een beetje dat laten doorheen. Alhoewel dat niet echt zo nodig is. Als je een beetje bloem plaatst. Maar dat kent je wel, hè. Kijk eens hier, amigo. Ja, wat ik het strafste vind, ja? Is dat hij niet plakt. Je zou denken, ja, dat wordt een plakboel, maar dat valt eigenlijk... Dat vind ik geweldig. Mee. Zijn je ooit in Bologna geweest? Ja. Meent je dat? Ja. Vind ik prachtig. Die restaurants, al die... Ik ben daar geweest met de Mille Miglia. Allee, tof. Ja. Kijk eens hier, hè. Spijt je dat er nog moet gekookt worden straks? Dat ben ik spijtig. En die sliertjes nog allemaal hierin. Pasta fresca. Een betere machine meegebracht voor blokjes te snijden. Maar goed, dat zal voor de volgende keer zijn. De rest gaan we wel hier laten. Oké, nu ga ik ook beginnen, want anders gaan we een nieuwe tijd geraken. Dank je wel, dank je wel. Artichokjes. Carciofi. In Italiaans heet dat carciofi. Kijk eens hier. Pan. Ja, ze hebben zo'n kastrolle opzet. Zeg maar, dat gebeurt niet dikwijls dat je iets maakt hier zonder tomaten, hè, Pepe? Ja. Moet ook niet altijd met tomaten zijn. Dat is ook eigenlijk een gerechtje eigenlijk meer ook voor keuken uit Piemont en zo. Daar gebruiken ze eigenlijk niet zoveel tomaten. Eigenlijk gewoon ook snijden. Niet te dik ook heel het voornaamste. Kijk, geweldig, hè, die pasta toch, kijkend. Wat moet je meer hebben? Ja, we moeten hem nog eens proeven ook, hè, want... Vriend, ik kan u al nu verzekeren dat hij goed is. Moet er geen water opgezet worden? Die is al nu goed en heeft nu gekookt. Dat gaan we straks wel doen, dat is dadelijk gedaan, toch? Je hebt schrijft dat we een half uur niet komen. Ja, maar ja, nu dat we volledig geautomatiseerd zijn. Jawel. Klein beetje olie d'oliva. Moet ik hier eens wat vlam in de pan doen? Pak het in het midden, dat zien de mensen het beter. Ja. En voor vol een bak, water, hè? Ja, kassol voor water mag ook. Ja, dat is goed. Vol een bak. Zeg maar een keer zien hoe georganiseerd dat ik ben. Ja. Geef maar aan, ja. Is dat, maar, ik moet een keer aan de oven, ik moet eens naar de andere plank zien. Dat is precies of een bom ontploft. Dat is ook, maar kijk. Een grote pot. Ik ga deze plank niet meer gebruiken, omdat ik heb gezegd, artichokjes heeft meer een bittere smaak. Dus... Hier, grote pot voor uw pasta. Perfect. Doe maar. Nog een beetje warm water pakken. Ik ga een beetje rundschaak nemen. Dus artichokjes zijn klaar. Wat moet ik met die ajuin doen? Die heb ik al nu genomen. Man. Ja, die zal wel. Zeker, vriend. Ja, maar ik maak niet graag mijn plankje vuil. Je kent dat. Nog. Koken, dat brengt toch zoveel vreugde, hè? Vind je niet dat je zoveel dingen u vergeet? Oei, ja, ook gesneden.
In een vinger gesneden? Ja. Mooi, jongens, toch, wat is dat hier? Vorige week Johan Segers, Chuck in zijn vinger. En is het met bloed en zo? Want dan moet ik de pleister halen. Klein beetje. Klein beetje. Oh, maar ja, het is toch meer rood vlees, dus dat gaat er niet zien. Wacht. Ik ben ik hier. Ah, hier, kijk een keer. Ja. Ik ben ik hier meer dokter dan. Dan commie, eigenlijk. Maar goed. Die olie hier. Ja, dat is natuurlijk. Ja. Huppla. Allee, is kom eens bij papa. Beetje. Maak het kom. Eerst droog. Nee, maar dit is nog eens een bewijs dat het hier allemaal echt is. Hè. We stoppen voor niks. Hè. Zelf niet voor zwaar gewonden. Maar ik kan er nog één over doen. Ik ben hier ondertussen al gewoon. Hè. Nu hebben wij 125 afleveringen gehad zonder kwetsuren. En nu is het DNA dender met kwetsuren. Voilà. Allee, huppla. Als er nog iets te snijden valt, ik wil het ook doen. Hè. Als het wat te gevaarlijk wordt, Pepe. Geen probleem, hè. Voilà. Goed. Heb je al zout hier toegevoegd? Nee, nog niet. Het is veel water, maar is goed. We hebben nog 17 minuten, dus hoe lang moet die pasta koken? Een minuutje, twee minuutjes, niet meer. Drie dus, minuten voilà. Maximaal. Oh, dus we kunnen nog een gezelschapsspel spelen ondertussen of zo. We gaan nog geen zout en peper toevoegen straks zelfs. Begin al goed te ruiken. Dat is ook al iets. Voilà. Dat vlees, Pepe, welk, wat is dat? Rundschacht. Gewoon puur... Gewoon puur rundschacht. Het ziet er wel redelijk vet uit, of is dat maar een idee? Fassone runs uit Piemonte. Ze hebben daar een zeer lekkere cotalosche mee. Amai. Heb je een klein beetje zout en peper voor mij? Ja. Wat denk je daarvan? Geweldig. Ah, dankjewel. Ho, ho. Zeg, moet er nog iets gebeuren? Want yes, dan kan ik al de keuken beginnen op de kussen. Kom maar helpen, vriend. Je zoekt altijd van die fijnwerkjes, hè. Moet hier geen drank in? Nee, maar nog niet. Nog niet. Moet er wel eens niet proeven dan rosso. Nee, ook niet. Ook niet. Je weet wel altijd snel. Ik ben een beetje ongeduldig, hè. Klein beetje aubergine en wat courgette. Zeg maar stop, hè. Ja. Ja, maar gezien niet. Jawel, wel. Perfect. Koks die hebben feeling, hè. En niet soms alles zien. Ik veronderstel dat die aubergine heel veel vet gaat opnemen nu, of niet? Wat lief, ja. Maar ze zijn zo goed gesneden, eigenlijk. Aha, dankjewel. Oh, ze springen nog uit de pan, ze leven nog. Moet je niet ik vind zo altijd meer... heel tof dat aubergine en courgettes niet te dik gesneden zijn. Normaal gezien gebruiken ze er meer olie, maar dat wil ik niet. Krijg je meer ook zo'n vettige saus. Want we vinden ze hier wel zo wel... Niks, kijk. Nee. Ik zag. Dat klopt. Het ruikt in elk geval al heel goed. Vino Rosso. Ah, voilà. Goed nieuws. Eindelijk. Oei. Ja. Waarom mooi? Nee, nee, ik dacht dat we er nog van gingen proeven, nee. Dat je met een flesje ging bovenkomen, nee, maar dat is... Nee. En dan komt ineens ook alles los van de bodem, hè? Ja. Nee. En zelfs heel tof dat de aubergine en courgette ook niet te fel gebakken zijn, nog lekkere beten hebben. Rosmarijn en salie. Onmisbaar in de Italiaanse keuken. Anders ga ik me weer snijden, dus. Voilà. Zijn we zeker. Let maar goed op, hoor. Dat mag met alles, met taksken en yes. Al. Hè. Ik kan alles samen snijden. Alles samen. Kan ik, ja. Hier ondertussen mijn plankje zuiver maken. Heb je al zout toegevoegd in de kastroolwater? Ja, hoor. Tijd je genoeg? Zet je zeker dat er genoeg is? Genoeg zout? Ja. Ik heb het op... dat is kokend water, hè, vriend. Wat blieft? Ja, dat kokend water is. Dat kan ik tegen. Ja.
Ik denk dat je alle handen heeft van asbest. Als je al met u kan samenwerken in de keuken, dan kun je toch wel veel verdragen. Is het waar? Allee, dank u. Ik weet niet, is dat nu een compliment of niet? Dat weet ik wel. Ja, genoeg. Zeer vernaams, ja, is genoeg. Zeer vernaams ook altijd de rode wijn mooi laten uitblussen. Volledig eigenlijk. Anders mag je dat er al bij? Smaak... Ja, mag er nu al bij. Voilà. Oh man, dat begint hier goed en te rieken. En kijk eens nu hier. Ja, wat? Water. Yes. Ja. Zeg maar. Ja, er zal niet veel smaak in zitten in water, hè, Pepe. Dat denk je, maar dan hier gaat je wel zien hier. Nu krijg je eigenlijk zo'n soort bouillonnetje door dat vlees dat erin zit. Voilà. Ja, en deze hier nog. Ja, dat gaat nu... Dat gaat na, denk je dat dat het verschil gaat maken? Nee, maar niet weggooien. Hier zit er al genoeg in de saus. Wacht er eigenlijk nu met onze... We zitten ongelooflijk op schema, dus... Maak geen zorgen. We zouden nu... Zelfs geen klein beetje... ...van die rode wijn hebben kunnen drinken, stel. Oh, man. Maar dat is er niet, dus ja. Ik heb een klein beetje boter hier nodig. Je weet dat ik daar niet geen... voorhanger ben, maar je hebt liever boter. Een klein beetje heb ik hier nodig in deze saus. Ja, zal ik dat erin doen? Ja. Maar wat is een klein beetje? Want ik heb hier al... Ja. Dat is een klein beetje. Okay. Ik heb hier al klein beetjes boter in sauzen zien gaan. Dat waren... Meet je? Pakjes of halve pakjes boter. Hè? En dat noemden ze ook een klein beetje. Heel goed, laat inkoken. Doe jij nu olie in uw water, Pepe, of niet? Ik denk met deze pasta dat dat niet meer nodig is. Hè. Ik ga die eigenlijk hier... Mooi klaarmaken al. Geweldig. Genoeg, hè? Oh ja, dat is zeker genoeg. Ik heb nog een klein hongertje. 300 gram pasta is toch wel zeker genoeg voor twee man. Zonder 50 gram. Dat is eigenlijk een ideaal gerechtje voor vrienden die we nog hebben. Ja, als nu eigenlijk hier Jan Kleijmans was, die zou dat alleen opeten, nee? De vader van Jelle, ja. Maar die, dat zou de echt... dat is echt een sausje voor hem. Ik kan niet goed vertrouwen. Een beetje burrata daarbij en dan maak je zijn dag heel goed. Zo, hopla. Kan ik niet goed verdragen dat allemaal. Voilà. Voor onze pasta. Ja, dat is heel. Dat is, dat denkt, ja, dat plakt had niks. Had je dat ooit verwacht? Nee, ik had dat niet verwacht. Nee. Nee. Ja, maar misschien is het niet lekker, hè? Dat weten we nog niet. misschien moeten we het kokend water dan toch in het midden zetten. Zo simpel, onze Italiaanse keuken. Nu iets... Of niet. Nee, het begint tof. Te koken. Ja, wat is dat? Salame picante toscano. Dus, Toscaanse salami, ja. Niet van die chorizo. Ik weet wat eigenlijk... Straf is, dat gaan we eigenlijk achteraf. Kunnen we dat gewoon bij ons bij de benen kopen? Maar dat ziet er zo rauw uit. Dat eet je zo op, of wat? Niet zo gedroogd, gelijk zijn in Toscane doen ze er eigenlijk niet veel. Ook niet maar zo dat is lekker. Die felle pikant. Nee, het is niet en pikant. Straks, heel aangenaam. Mm. Dat gaan we eigenlijk nog in de pasta plaatsen. Ik kon die pot pasta in dat groot vuur zetten, want ik krijg er steeds van. Het duurt te lang. Voilà. Perfect. Iets om af te gieten onze pasta, dat gaan we ook al klaarmaken. Ik had ook een deksel op die pot kunnen zetten en dat hebben we rapper gegaan. Maar ja. Ja, dat gaat het nog, hoeft nee? niet. We hebben tijd. We hebben nog 10 minuten. Dat is hier ontgaan, hè? Ik kan er eens van proeven, hè? Ja, ja. Ik kan eens proeven. Moet dat op zich heel, dan moet nog een beetje pasta, de pasta kaas nog lekkerder in. Dus daar zijn nog verschillende. Ja. En wat zout. Maar dat staat in die salami. Ja, 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 ja. Dus daarom... Wat peper misschien. Komt goed. Ja, ik hoop het. Perfect. Om de pasta af te gieten, heb jij iets nu? Ja, ik heb van alles. Ik heb... Kijk eens hier. Hier, ik heb van alles. Super. Ja, kijk, af en toe moeten wij eens wachten ook. Hè. Dat is het leven. Hè. Ja, zo gaat het in dit programma. Hè. Het is allemaal tof.
wordt niet ingeknipt of gemonteerd of gedaan. Het is het leven zoals het is in de keuken. Prachtig, nee? Ja, tuurlijk. Vind je niet in de keuken dat je veel dingen vergeet? Je zit bezig met eten, dingen, vreugde. Ja, tuurlijk. Als je concentreert op iets, dan vergeet je andere dingen. Oké, l'acqua pronta. Ja, moet hem niet... Ja? Doe maar. Niet. Ja? Gaat er volledig in, hè? Doe maar. Moet met liefde bel. Jij wil al die dadelijk. Mooi. Ja, ik ben soms wel hevig. Okay. Maar dat is niet altijd goed. Ik ben ook een hevige man. Daar ben ik soms veel problemen mee. Nu niet dadelijk even laten koken. Nee. Zeg. En eigenlijk zijn we nu klaar. Bijna klaar. Allee, bijna, bedoel, bijna. De pasta en de... Zijn nog belangrijk. Okay, ik wil een bordje hier al nemen. Dat vind ik altijd tof. Kom, ik wil dat. Hoe is het met een duim? Goed. Was niet zoveel. Oké. Okay. En we moeten sowieso niet roeren in de pasta? Nee. Nu. Het is toch ongelooflijk dat je alleen bloem en water hebt eigenlijk. Het is zelf geen ei of... Dat kan ook, hè. Als eventueel ook, je weet, veel glutenallergieën en al, dat er zijn, zo'n glutenvrije pasta of pasta van spelt, dat kun je ideaal mee maken. En hoe weten we nu wanneer de pasta klaar is? Toch, kijk. Het is eigenlijk heel kort, hè? Niet normaal. Proef maar. Pak maar een sliertje. Is klaar. Feeling. Top. Al dente. Al dente. Maar het is ook echt zo. En die geur, die bloem. De... Ik ga ondertussen mijn bordje toch een beetje opblinken. Hè. En dan, als je ziet, een klein beetje vocht. Klein beetje olijfolie. Zo simpel. En een grana padano, parmigiano. Ook niet te duur. Je hebt ook de parmigiano reggiano, maar dat is eigenlijk beter op te gebruiken met carpaccio's of zo. Kijk eens hier. Het fijnste is dat ik zo een bord klaarmaak, weet ik al dat ik vanavond, morgen, al dat ook gaat opeten. Haha. En? Ja, dat ziet er goed uit, hè. Dan kan ik mij weer al moeten inhouden om dat niet direct allemaal op te eten. Nog 5 minuutjes, dus nu, we hebben dat perfect gedaan. De salami plaatsen. De pan. Het is bijna niet te geloven dat je dat in een half uur klaarmaakt, hè. Maar goed. Kijk. Zo simpel, zo goed ingrediënten. Je ziet ook die salami. Dat ook top kwaliteit. Ook een beetje kleur, hè? Ja, maar ook top kwaliteit, kijk. Wat moet je meer hebben? Nog wat kaas. Dat dacht ik. Maar je weet, liever wat kaas dan wat boter, als je dat ook... Ja. Ik kan ondertussen hier ons podium een beetje... Niet zomaar een spaghetti, kijk. Maar ik moet wel zeggen, je bent wel een van de rommeligste koks. Ja, dat weet ik. Ja. Het is altijd het vuilste. Ik heb het meeste kuiswerk als jij er bent. Kijk, maar dat mag ook, hè, als je zo'n bordje krijgt. Dat is zeker, dat. Kijk eens. Ja? Prego! Voilà. Spaghetti, aubergine, artichokjes, salame picante. Alle details van deze recept op
Jan.tv, hier. Vroeger mocht ik nog pasta kneden, dat mag ik niet meer doen, daar is een machine voor. Vroeger mocht ik nog zeggen dat de mensen aan Jan.tv konden voor de recepten. Moet ik ook niet meer doen, doe dat ook. Dus ja, het enige wat ik hier nog mag doen is eten. Dat is heel erg en heel zwaar, maar het is mijn plicht. Ze moeten het zeker thuis klaarmaken. Zeker thuis klaarmaken. Jan.tv, alle recepten. Bedankt voor het kijken. Pepe, bedankt voor het koken. Grazie mille, Mico. En u thuis, uiteraard graag. Tot de volgende Garde van Gert. Tot ziens. Kom, ik ga hier eens uit de pan eten. Dat ga ik eens doen.